Poging 2. Oké. Okay. Nou, welkom terug. We zitten hier nu met Carlo in de auto, omdat het buiten best wel luidruchtig is. Dus we zijn even in de auto gaan zitten. Mijn eerste vraag is, hoe hebben we de laatste lek ervaren? Ja, super positief natuurlijk. Super mooi om een transat te doen, sowieso al, los van het resultaat. En om dan ook nog te kunnen winnen met de andere Nederlandse boot zo dicht bij ons, is natuurlijk fantastisch. En ja, voor de rest was het natuurlijk een best wel dynamische lag met vrij snelle exit uit Newport. Toen een paar dagen iets rustiger. Nou, toen hebben we natuurlijk weer veel wind gehad op een snelle angle voor ons, ja. Waardoor we eerst wij het 24 uur record braken en daarna vervolgens Axonobel. En je merkt natuurlijk gewoon dat je aan boord zit, van hier gaan we best wel hard. Ja. En vervolgens natuurlijk was het daarna heel erg spannend, omdat we hadden zoiets van oké, wat gaan we doen? Dongfeng. Het is belangrijker dat we Dongfeng achter ons houden dan Axonobel, en hun kwamen best wel hard op ons inlopen. Dus we hadden op een gegeven moment zoiets, laten we Axo gaan en gaan we gewoon defensief zeilen ten opzichte van Dongfeng. Want zij zaten eigenlijk helemaal aan de andere kant van de rivier. Ja. Maar vervolgens pakte het gewoon perfect uit en hadden we een mooie matchrace met Axo de rivier op. Ja, meer dan 24 uur van tevoren hadden wij eerst hun de hele tijd binnen een halve mijl achter ons. Dus dat was best wel zenuwslopend. En het was ook frustrerend, omdat we normaal gesproken, als we eenmaal voor een boot liggen, dan is het best wel, zijn we er best wel goed in om weg te lopen. En het lukte maar niet. Ja. En toen wisten we dat het heel erg lastig zou worden. En Axo heeft zelfs nog voor anker gelegen, geloof ik. Wij hebben ons anker ook op stand-by gehad. Ja. En zo weinig wind als er.